Ik kan u echt met volle 100% op mijn chocoladebroodje dat je naast mij ligt zeggen dat ik het niet ben. Ja, ik wou gewoon echt nu op u stemmen, maar dan weet ik het gewoon echt niet meer. Maar Germen, zeg jij het echt niet? Maar ik zweer het u dat ik het niet ben. Op wat? Ik zweer het op Steffi. Ik zweer het op Steffi. Ik zweer het op Steffi. Ik zweer het echt. Yo, what's up guys? Welcome back bij een brand new video. Today, the second part of the Among Us videos. Jullie hebben de vorige video echt gesmashed. Denk 5,5000 views, which is insane. Ik ga de intro heel kort houden. Als jullie de spelregels van Among Us nog niet zo goed kennen, ga dan de video checken die nu in beeld komt. Daar leg ik even kort uit hoe dat alles ongeveer werkt. Make sure to go check that one. De gasten vandaag zijn Victor Verhulst, Louis Thijssen, Steffi Merci, Gerben Teurlings, Jonathan Medaert, Carolien van Kouter. En of course, Duntashi, Seba en Taki, ook mee in deze video. Ik heb er super veel zin in, let's play some games. Succes! Ja. Succes iedereen! 3, 2, 1! Yo! Maak jullie allemaal in. Wow, ik ben weer direct een poster. Ik ga echt zot worden, hè? Ik ben er al afgegooid. Psych! Hello darkness, my old friend. Fuck. Zal ik het zeggen, Mich, of kan het zelf zeggen? Ja, be my guest. Jij mocht eerst zeggen wat jij denkt. Oké, dus ik kom met Electrical en ik zag daar Jonathan staan, samen met Mich. Maar Mich had niet verwacht dat ik ging binnenkomen. Voor mijn neus gewoon ineens de Jonathan omgelegd en dan proberen nog wegventen, maar het was te laat. Ik was aan het denken, het is altijd Mich in het begin. Dat is Mich? Mich? Michael Amani. Maar dus, en nu, wacht. Voor jullie allemaal stemmen, ik was dus inderdaad in Electrical met Louis, want die was daar al. En met Jonathan. En we stonden allemaal gestackt een opdracht te doen en dan heeft Louis Jonathan gekillt. Zal stop maar liggen. Dus stemmen we dan allemaal op Louis? Ja. Ah, f*** top. Ik weet al wie de tweede imposter is. Ja, ik denk het ook. Ja. Met dat. De Victor is ook al direct gedisconnect van de server, die maf. Waarom? Caroline is de tweede imposter. Ik denk het wel. Zij was de eerste die ook op Louis heeft gestemd. Ja, dat lijkt me wat gek. Ja, misschien geloofde ze Mich echt, hè. Nee, ik geloof de Mich, maar kijk ik gewoon op iemand random gestemd, ja. My girl. Iemand random die dat my girl. Verdacht is. Want ik was er niet bij, ik had niks gezien, dus ik dacht ik ga maar één iemand uitpakken. Sorry. Ja, maar ik heb je er net ook zo aan mij zien kijken toen ik er helemaal links stond, nog voordat die moord gebeurd was op de Mich. En je wordt er zo in de gang aan staan en zo naar mij aan staren. Ik vond dat ook al vreemd. En ik vind Caroline en Louis zus. Ja, maar ik stem op Caroline. Is het Caroline? Voot met er gerust thuis, heb ik geen problemen. Zieke bluff. Ik ga nu al op u stemmen. Dat zou wel echt een tandtoekort potje zijn. Dus dat is echt fucking kort. Tandtoekort. Maat, deze was wel brak van ons. Caroline, je kunt toch goed acteren of niet? Ik had wel beter verwacht van u, eerlijk gezegd. Maar jij ook, Mich, je wordt er ook al. Ik ben geen acteur, ik ben een DJ. Maar dat wordt een kwalitatief vlogje voor jou. Goed, dan starten we. Yes! Let's go, mute! Succes! Oké, second chance. Gerben. Oké, wacht. We hebben een nieuwe tactiek nodig, want blijkbaar was de vorige dus brak. Oh nee. Wie is er gevonden? De Vic is weer al dood. Ik kom thuis, dus ik zweer het u. Ik was op de asteroïden aan het schieten en ik kom uit mijn asteroïde en links van mij ligt er gewoon een dooie. Het was wel vrij bold, want ik stond er gewoon bij, maar ik heb niet gezien wat het was. Ik zou het moeten gezien hebben, want ik heb mensen mee naar mijn kamer zien lopen, maar ik weet niet meer wie het was. Hey, maar wie heeft er iets gezien? Ik heb niets gezien. Van die... skipfoto. Ik stel de Gerben. Wat doen we? Ik weet niks. Bladeren gedaan in de... Maar ik ken die man toch niet? Dat is wel. Oké, skip gewoon. Ik skip ook. Allee. Laat me eens rustig het spelletje spelen. Ding is, Louis is een supergoeie speler. Dus ik ben eigenlijk van plan om hem zo snel mogelijk te killen. Ik moet wel snel venten, want
Oh my god. Ja, echt yes. Een dingetje is in Louis dat doen we dus. Maar ik had niet gezien wie dat er daarbij liep. Maar ik denk, ik weet het niet. Was het wel groen of wel bruin? Ik was een opdracht van toen bij Higher en Giant. En Gerben stond naast mij. En plots in één keer, echt 2 seconden later, was Gerben weg. En vraag mij niet hoe. Dat is echt niet waar. Je zit daar eentje tot gestaan. Ik wou dat net nog zeggen. Wacht, Caroline, wie heb je zien weglopen zeggen? Ik denk het was groen of wel bruin. Dankje en ik hebben die sabotage opgelost. Ik weet echt niet waar ik aan het doen ben. Ja, ik klopt niet. Wat doen we dan? Ja, nog eens skippen. Nee, niet gestemd gewoon. Ik was aan het wachten. Ik heb de SEBA gevonden, rechts van boven aan de webbes. Ik vind dat wel zes, maat. Net had Caroline gezegd dat ze groen en bruin had zien weglopen van de body. Ja. Waar had je de body gevonden? Tussen de cafetaria en webbes. En daarvoor stond Steffi in de cafetaria te niksen. En ik heb met Caroline samen. En mijn... Dat kan ik bevestigen, dat van Steffi die staat te niksen, want dat heb ik op de camera gezien. Wel, maar die was dus... Ik hoor dat ze op de achtergrond zo... Sorry, maar dan ga ik op Steffi stemmen. Ik hoor. Denk gewoon niet dat Steffi snapt het spel gewoon echt oprecht niet. Oké, wacht. Ik moet nu even goed nadenken. Een Taki is suspicious op mij, dus ik moet nu Taki gewoon ASAP killen. Ja, weet je wat? Ik ga Caroline killen. Ik ga wel saboteren op de reactor en dan doorlopen en dan ga ik Caroline passeren. Ik heb Steffi gevonden in de lower engine. Een Tak en Caroline zijn het niet en ik ben het ook niet, dus ik denk gewoon dat Gerben en Amal niet zijn als ik eerlijk ben. Is... Maar wacht, voor jullie stemmen, wacht, laat me mezelf verdedigen, hè. Te laat. Maar ha, allee, alweer al, hoe kan dat? Je komt in hek of zo. De Victor zijn hond hier. Wow, sick. Je kunt nog saboteren als ghost, dat wist ik zelf niet. De Gerben moet nu eigenlijk gewoon zo snel mogelijk iedereen killen. Ik doe zo voor bodies. Mag ik je even iets zeggen? Caroline, ja. Komt mij echt al lang. Oh, maar is Caroline? Caroline! Dat is echt zo'n goede vermomming. Nee. Zij was heel de tijd rond mij en ik was heel de tijd mijn game aan het doen. En zij wou gewoon heel de tijd. Ja, ze deed niks. Maar ik vertrouw nog altijd Gerben niet. Ik weet niet waarom. Ja, ik vertrouw u echt niet meer. Ik vind je echt zus niet dat je dat zegt. En het is echt waar, geen grap. Ik ben het absoluut niet. Gast, ik kan echt niet zo'n goede uitleg geven over wat ik gedaan heb. Die heeft dat ingestudeerd of zo en daarbij ik weet niet. Gerben, ik weet niet. Ja, iets in mij zegt dat hij het ook niet zei en dan is het een tak. Ik kan nu echt met volle 100% op mijn chocoladebroodje dat je naast mij ligt zeggen dat ik het niet ben. Ja, ik wou gewoon echt nu op u stemmen, maar dan weet ik het gewoon echt niet meer. Maar Gerben, zeg jij het echt niet? Maar ik zweer het u dat ik het niet ben. Op wat? Ik zweer het op Steffi. Oké, maar Gerben, dan stemmen we bijna op de tak, goed? Nee. Wow. Allee, fuck. Nee, ik stem op de tak dan, hoor. Nee. Ik ga op Jonathan stemmen dan. Nee, het is de tak. Nee! Gerben, de ziekste play, bro. De ziekste play. De ziekste play. Ik zou echt niet pikken als ik hier was. Oh. Maar is dat een mandarijn? Yes! Kijk, start. Let's go. Succes. Taki is al safe, want hij was een opdracht aan het doen. Het is Jonathan. Ik was naar de camera aan het kijken en ik zag hem gewoon iemand killen. Hallo? Jawel, ik ben zeker. Hallo, ik zat bij hoe noemt hij? Wacht, Victor. Ik zat bij Gerben en die heb je gekild. Jonathan, ik zeg u ook wel weglopen, maar net lijkt, want ik ben ook tegelijk met lijk gedingest. Voorbij gewend op toen die meeting in dingen en je kwam wel die richting uit. Dat is zo dik! Wow, Steffi, heb jij helemaal niks te zien, joh. Ik kan je bij volle zekerheid vertellen, ik was in game aan toen, in admin. Maar dat was nog voordat er daar een lijk was. En toen was ik al weg. Toen ben ik naar dingen gevlucht, Higher and Giant. En voor de rest heb ik niks gezien. Niet waar, ik heb je gezien in de admin waar je iets aan toen en plots was daar een lijk. Ja, ik was in de admin voor mijn chillen. Ik vind het in ieder geval mijn top imposter. Dat is wel zus om te zeggen, maat. Dit is sowieso Victor's. Maar hebben jullie niet geleerd dat de Victor altijd zijn eigen verdacht maakt bij ieder wat je zegt? Ik ben content, de Gerben doet niet meer mee. What the f***? Oké, dus wat stemmen we dan? Ik skip fout. Stem op Jonathan. Ja, oké, we stemmen op Jonathan. Ja, het ding is, of zit jij en Vicky? Kan ook eens, Seba. Ja, ik vind de Vicky wel zus. Ja, ik ook. Misschien was de Jonathan en de Vicks. Ik ga bij de Victor blijven, want echt, die gast, jongen. Wat gaat dat doen, hè?
Wat gaan we doen, boys? Ik ga die even alleen laten en dan zien wat die gaat doen. Oh. Hey, wacht, ik heb emergency gedaan, want ik dacht dus... Louis of Vic hebben een van de twee heeft de deur dicht gedaan van een admin. Nee, dat is niet... Ah ja, dat kan Vic geweest zijn. En? Ik heb helemaal niet ziek gedaan, ik weet zelfs niet hoe dat moet. Ik heb 10 seconden gewacht en dan hoopte ik dat een van de twee ging dood zijn en dan wisten we wie dat was, maar jullie hebben elkaar nog niet gekild, dus... Ja, dat Vic mij toch al gekild? Ja, Victor had die misschien wel gekild dan, maar Victor was wel heel tijd... Event, maar ja, dat wist jij het wel natuurlijk. Ja, het ding is, ik ben al een heel spel aan het gelopen van de Vic, maar ik weet dat de Vic me soms de rug achtervolgen gewoon zonder reden, dus ik weet niet hoe dat is. Ik ben die sabotage gaan regelen beneden en daar stond Seba en Tashi gewoon buiten te wachten. Nee, ik was aan het doen. Ja, want de deur dicht. We waren eerst naar links gelopen en dan was de deur dicht. Okay. Maar ik denk dat Seba is, maar ja. In ieder geval, ik heb deze kill niet gedaan, dat kan ik wel zeggen. Want die was een heel te doen. Mish, wat hè? Wat is eigenlijk uw plan? Want jij zit ook, jij hebt heel de tijd bij Louis en mij gestaan en dan waren we ineens weg. Ik heb heel de tijd bij jullie gelopen. Aan de andere kant van die gesloten deuren. Ik heb heel de tijd bij jullie gelopen omdat ik er praktisch zeker was dat jij het waard. Maar dus, er is nog niemand gekild. Dus ik... Ja, omdat jullie in een groep zaten, dus dan kunnen jullie niemand killen. Er kunnen nog altijd twee imposters zijn, ja, als Jonathan geen imposter was. Dat is wel waar. Wat Sorry. Nee, joh. Als je blijft op mijn stem. Ik weet niet, for some reason vind ik Steffi ook wel sus of zo. Er zit niet aan het doen hier. Ja. Ik loop achter de Victor en de lights gaan kapot. Sorry, maar misschien moet ik eens rond beginnen lopen voor te kijken voor bodies, want er is al lang niemand meer gestorven. Wat zit hier aan het doen hier? Excuseer, Seba is hier weg. Vuile rat, maat. Victor, ik wist het. Ik zei het nog, hè, dat f***ing Victor was. Ik zei dat nog. Jongen, vieze smet. Ik denk dat Louis hem niet is. Louis is hem niet. Ik denk dat het nog altijd dat Victor is. Ik was net in de security room. Ik heb heel tijd op die camera's gezien. Ja, ik was bij Vic in de security. Ik heb mama niet doodgevonden in security. En er zijn net twee mensen dat ze in security waren. We konden daar niet meer weg. Oh, ik denk dat... Het is voor mij of Fiek of Seba. Ja, het is misschien allebei. Ik denk het niet. Ik zweer het op Steffi. Volgens mij heb ik het oprecht. Ik denk dat Seba is. Dat Seba is. Ik stond met Seba in de security. Maar wel een goede play van een Fiek. Louis, met zie man. Ja. What the f***? Kijk dat jij het zei. Wat is de Fiek hier aan het doen? Nu moet de Vic nadenken wie dat hij eerst gaat killen. Poeh! Ja, Tashi is het sowieso niet. En Steffi lijkt me sterk, want ze... Steffi is niet slecht bedoeld, maar ik denk dat er iets te veel sabotages en zo gebeurd zijn voor iemand die dat nog nooit gespeeld heeft. Dus misschien is Steffi haar aan het helpen, hè? Nee, ik niet aan het helpen. Ik kan saboteren, maar die deuren, daar weet ik zelfs niet dat komt. Dus ik zweer dat is aan de dode saboteur, hè? Ja, Louis, sorry, dat ga ik voor u, man. Ja, ik dat je mij al heel een tijd ik heb gezegd dat ik Louis heb zien scannen, dus waarom zou je Louis stemmen? Ja, dat is echt savage. Ik vind echt dat het ziek is. Sta snel, pik. Zweek, sowieso. Ik geloof zeggen. Hoe gespeeld, jongens, hoe gespeeld. Ik heb zo gelachen. Jonathan. Maar ik heb echt al die deuren zitten barricaderen en doen. Ik zat echt op mijn scherm niet te doen. Yes guys, that was it for today's video. Thank you so much for watching. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb echt me kapot gelachen in deze episode. Nogmaals, als jullie nog video's willen zien, nog Among Us video's willen zien in de komende weken, whatever. Drop een comment, like de video, vergeet niet te abonneren. En als je nieuw bent en je made it this far in de video, welkom en don't forget to subscribe.